bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Kopper! Hola! Ben je dan? Hola! Hallo! Waar zijn de schoenen? Waar ben je nu? In België. Wat ben je aan het doen dan? Richting vakantie. Yes! Yeah. Oké. Okay. Ik ben niet op mijn shoppen. Laat geen dingen eruit vallen, hè? Want dan ben je ze kwijt. Oh, en motorraad. Ja, ik kan ook een reflectie. Oké, okay, ja, jongens. Oeh. Je ziet het ook. We zijn op dit moment op weg België. En we zijn richting Luxemburg. Ja. Hoe gaat ie? Goed. Lekker? Zit je lekker? Ja, ja. Lekker hoor. Ja, lekker. Ja, je ziet een lekker rustig plekje hebben uitgekozen. Leuk pakje kamperen. Ja, ja, heel leuk. Alleen maar deze in de auto's. Alleen maar deze in de auto's. Best wel weer iets anders, toch? Ja. Ja, lekker. Ja. Hier hebben we een Frans kentekenplaat. Meer. Ik daar. Oh ja, moet je naar het toilet. Dit 80 cent. Ja, maar het is, mama die gooide 2 euro erin. Ja? En je krijgt 1 euro terug. Die 20 cent krijg je niet terug. Oh, ook niet. Dat is 1 euro. Oh, ja, of als je weer wat binnenkoopt. Ja, ja. Dan krijg je, dan moet je ook weer die bonnetjes weer inleveren. Hey. Hallo. Hoi. En dan? Deze bon ontvangt een korting van 80 cent. Oké, okay, oh ja, oké. Okay. Dus je krijgt 80 cent korting. Ja. Ja, dat kan je. Nee, je hebt korting gedaan, dus je kan nu shoppen. Wat heb je gezien dan? Wat heb je gekocht? Snoep! Snoep! Nee! Maar uiteindelijk, hè? Ja? Mocht je maar één briefje gebruiken? Oh ja? Dus we hebben er 2 gedaan omdat we die 20 cent niet terugkregen. Dus hij heeft er 2 gedaan. En dus nu hebben we nog 1 bonnetje over en die gaan mama bewaren. Oh, okay. Op de terugreis. Ja, ja, dankjewel. Nee! Hey, zal ik wat vertellen? Ja, hè? Ja. We zijn er. Oh, echt? Ja, echt. Dat wist ik nog niet. Ja. Nou, schoentjes. Lekker. Lekker, hè? Weer lopen. Nou ja, Bobbelie is zich even aan het melden bij de receptie. Dat is achter mij. Het is hier alleen maar Nederlanders. Het is echt bizar. Dus dat wordt toch wat. Goh. Ik heb nog geen buitenlander verder gezien. Alleen maar Nederlandse kentekens. Nou, er loopt er eentje op krukken, maar ja, die kan nu niet meer praten. Nee. Zo. Dat is de daar loopt de oh. Oh, goed, je moet je hier melden. Ja, maar we moeten even in de rij. Dus oh. We moeten eerst in de derde.
Dus je stond in de verkeerde rij, begrijp ik. Ja, een beetje jammer wel. Ja. Beetje tijd gemist. Ja. Ik heb wel het zwembad gezien. Ja. Is het mooi? Ja. Het is een zwembad. Het is nat. Het is nat. Staat er een glijbaan aan? Ja. Nou, ja? Zo klein. Ja, die dacht ik al. Ja, het is wel voor baby's, ja. Maar goed. Ja. Je zult even zonder glijbaan moeten maken. Ja. Yeah. Kijk wel. Eerste belt. Voelde ze wel binnen? Ja. Voelde ik de instructies krijg zo. Maar ik ben benieuwd. Nou, dat was wel het voordeel dat ze daar in de rij ging staan, maar dat ze al belde naar hier. Dag. Familie uitje hier. Allemaal Nederlanders. Er zat niks in de tasje. Okay. Nou, nu we maken gewoon foldertjes. Hier heb ik een paar foldertjes. Ja, nu heb je een tasje. En ik heb wat drinken erin gedaan. Ja. Je weet de route? Ja, we moeten hier eruit. Hier eruit. Ja, okay, nou, wat is er? We zitten op een camping. Ja, jongens, het is echt onbegrijpelijk. Ja, de mensen die zijn helemaal gek op waarschijnlijk. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb hier het huisje naast me. Dat is het. Het is vrij klein. We gaan het even zien. Ik wil even klutje binnen. Ik ben heel benieuwd. Dit is het? Ja, dit is het. Kom. Hij is wel open. Hij is open. Oké. Okay. Nou. Die worden al een halve kant bekeken. Wacht even. Oké, deze deur, hè? Oké. Die deur, die is zo smal. Wat is er? Die is zo smal. Oh, zo smal. Ja, nou. Oh, we hebben hier een badkamer. Ja, prima toch? Een douche. Kijk. Waar is een wc? Ja, dit is een andere ruimte. Oké. Nou. Gaan we toch? Nou, als je de deur dicht doet, dan zie je van buiten niks. Het is gewoon zo dicht. Dan is het weg. Ja. Nou, toch geinig. Ja, je kunt er net van buiten gewoon met je rolskids. Je kan alle kanten op. Ja, je kan alle kanten op hier. Ja, genoeg kids. Heel veel kinderen. Heel veel kinderen hier. Nederlands sprekende kinderen. Dat is het? Ja. Dat is de kamer. Dat is de slaapkamer. Dan gaat de derde bedrug niet passen, schat. Nee, dat gaat niet passen. Oh, dan hebben we een uitdaging met het extra dik werken. Dit is... Zo, kijk hier. Ook netjes. Dit is echt een... Nou, het ziet er goed uit, toch? Ja. Ja, prima. Dat kan niet wel om. Ja. Stapelbed. Leuk stapelbed hier. En, ja, luxe voor mijn leven, een lampje. Een batterijgaatje van onder. Oplader. Ja, maar trappetje haal je los. Oh, dan moet je hier de kant zetten. Ik zie het al. Fijn. Kijk, ja, heel goed. Kijk, daar roept de schoenen uit. Inderdaad. Ja, breek je nek niet. Oh, ik ga je hoofd doen. Op je hoofd. Maximaal 75 kilo. Oeh, dit matras, dat klinkt heel raar. Nou, dat komt wel goed. Ik heb mijn vogel. Ken je mijn mus? Nou, muggen, ik sla je even voor één dood. Nou, en het toilet. Nou, super toch? Ik vind het netjes hoor. Het is een mooi huisje. Een mooi huisje. Ziet er goed uit. Voor de... Nou, we gaan nu uitladen. Kijk. Ik heb natuurlijk wel een lekker stuk om te rennen. Is het goed? Ja, dat maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Ik kan er wel neerzetten, dus ik heb nu wel lekker stuk. Ik heb wel vaak wat hier. Ja, nou, waarom? Spullen van bovenaf. Stuk. Spullen uit van bovenaf naar beneden tillen. Dat doet toch? Ja. Daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel erg op gelet. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb het gewoon even neer. Wil je heel snel naar het winkeltje toe? Ja. En we gaan wat spullen halen. Ik heb de ramen wel open staan, maar wel allemaal op het haakje. Oké, sleutel. Dat is wel handig. Ja. Hebben we maar één sleutel? Ja, ik denk wel. Nummer 17. Ja, oké. Okay. Okay. Volgens mij gebeurt het, waarom heb ze er eentje daar zo'n piratenvlog? Ja, omdat hij een piraat is. Ja. We gaan naar het winkeltje. Waar moeten we wezen? Het is ons huisje. Mm-hmm. Kom even kijken. En hier is denk ik het zwembad. Kijk hoor, kijk, pool. Ja. Swimmingpool. Dus dit is het zwembad. Ja. Dit. Ja. Dus we moeten hem zo houden, want kijk, daar is het zwembad. Ja. En waar zit dan het winkel? Nou, naast het zwembad, hier zitten de winkeltjes. Oké. Okay. Dus ik denk dat hier zit een boodschappenkarretje. Mag het boodschappenkarretje? Dus je moet gewoon rechts van het zwembad zijn. Oh, oké, let's go. Kan echt niet ver zijn. Dat is goed. Ja. Heb ik hier?
Nou ja, we lopen al. Ja. 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 Het is wel heel donker daarboven. Het wordt wel heel donker, ja. Daar. Komt er een buitje aan. We zijn er. Laten we het daarop houden. Ja. Wij hebben geluk. Ja, hebben geluk. Hier, springkapoor. Maar er is geen mini-disco. Ah, kan je niet met Koos Konijn zingen. Koos Konijn. Vanaf 8:30 begint... Dus waar was dan die patroon? Oh, joh, Happy. Nou, 8:30. Dit hè, was toch? We zitten hier toch ergens, toch? Nee, niet op de klein. Waar zit er nou? Hier. 177. Oké, we zijn op de terugweg. Ja. We hebben snel een patatje besteld. Ja. En dan gaan we daarna eventjes wel naar de winkeltjes in de buurt. Een kilometer hier vandaan heb je gewoon ook nog een supermarkt zitten die acht euro is. Dus dan gaan we daar even heen. Gaan we daar wel even lekker winkeltjes halen. Ja. Goed. Dan gaan we daar nog eventjes shoppen. Dit is voor jou. Hou jij de kleine vast of vast vastje? Nou, zit erin. Heb je een beetje genoeg gegeten? Ja. Ja? Oké. Okay. Aan de overkant ook allemaal genoeg gegeten? Ja. Ja? Zon ook? Ja. Ja. Oké. Okay. Gezond, hè? Dan zijn we de proxy. Zeg maar met Nederland zelfs bij. Oké. Okay. Nou, lopen we naar binnen. Voorbereid dat wij deze Ja, schoen uit. Ja. Oké. Even blijven staan, even wachten. Ja. Nou, 1,59. Weet je toch? Dat ja. Is goed. Volgend jaar leer je dit. Veel taille met u. Hobby. Hoe lang ben je? Even maken. Ja, in de supermarkt. Dus krijg je een drank. Ja, maar ook hier zijn we zelfs vogeltjes. Kijk, lekker. Kennen we niet, hè? Kennen we niet? Dan de alcoholvrij of kan je niet gewoon de normale pakken dan? Ja, neem ze allebei. Gaan we proberen? Gaan we proeven. Ja. Heel goed. Even kijken, wanneer ik dan de gewone pizzaar? Oh nee. Ja, oh ja. Precies de Marseille. Gaan we proberen. Is de gewone. Zo licht. Wat is het verschil met deze dan? Nou, wat is het probleem? Ja, wat is ja. Ik weet niet wat het verschil is tussen die en deze. Oké. Kom. Wat we er nog in zitten? Van alles. Oké, ik ben benieuwd. Genoeg chips hier. Nee, niet genoeg. Op naar de kassa. Ja, dit is geen actie hier hoor. Je hoeft geen zegeltjes hoor, maar gelijk de korting. Ja? Ja, gelijk maar de korting geven. En een zegeltje hoeft er niks aan. Nee, dat ik aan. Ik wil het kort. Snacks! Ja, heel veel! Nou,
bezoeken geweest. Bij de proxy. Ja, al 100 jaar bestaat de proxy. Tenminste, die doet voor de eerst boodschappen. Ja. Die schrikt zich de pestpoppen van het bedrag. Ja. Ja, maar zat ik ook met flessen drank bij. Ja, goh. Ja. Ja. En terug. Heb je alles? We lopen nu met z'n tweeën even door het park in. Ja. Je kan wel zeggen dat eigenlijk Nederland aanwezig is. Hè? Nee, waar heb je het over? Nee. Ja, er is niemand aanwezig. Ik weet niet precies hoe we lopen nu. Jij? We zitten nu op nummer 200. Oh, we lopen alweer. Ja, we lopen alweer af. Want wij zitten op 117. Ja, dus. Maar hoe we precies lopen weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Maar goed, we gaan rondkijken. Zien we vanzelf. Ja. Hier maar naar rechts. Geen idee waar we lopen. Ook niet. Eigenlijk. We zijn een beetje verbaald. Maar we komen al dichterbij, hè? Ja. Maar weet je nou waar we lopen? Nee. Ja, bij... Ja? Ja. Ja, bij de kids. Ja, dit is het washok. We moeten naar rechts. Hier naar rechts. Ja. Want dat dan daar... moet je naar rechts. Daar? Ja. Hé, hey, wat is hier met het zwembad? Vertel. Ja, ze hebben dus zometeen een drive-in. Drive-in wat? Film kijken in het zwembad. Oké, okay, ja. En daar mag je ook opblaasballen meenemen. En ik heb een krokodil mee in mijn hand gehad, dus die ga ik meenemen. Oké, okay, en dat is vanaf welke leeftijd? 12 tot 19 of 18. Ja, 18, hè, 12 tot 18. Dus het is allemaal jouw leeftijd. Oh. Leuk. Dus ik ga mijn krokodil blazen. Ja, je gaat je krokodil blazen en dan ga je zo meteen hier naartoe. Ja. Het water is wel koud, hè? Maakt niet uit, oké. Okay. Heb je een handdoek bij je dan? Dat moet ik wel. Ja, dan moet je even regelen natuurlijk. Ja. Ja, goh. Nou, oké. Okay. Nou, 8:30 was het. Daarheen. Ja, die kant op. Oh. 8:30. Oké, okay. Ja. Goh. Hey, jongens, dit is alweer dag 1. Nou, de eerste dag hebben we niet echt een dag meegemaakt. Dit is niet echt, nee, niet echt een dag. Nee, hier niet echt een dag. Maar goed, ze gaat zo meteen naar de drive-in zwembad, ja. Bioscoop. Ik ben heel benieuwd. Oh. Ja, jij ook, ja. Ja, je zei het net al, hier gaat het opblazen. Ja. Oh, twee handvaten los, dus het is. Oké. Okay. Maar ik moet even het tuutje. Het tuutje. Oh, hier, het tuutje. Oké, okay, nou. Ja, lukt het. Nee, je moet je voet opzetten. Je moet op de grond leggen en die knik eruit halen. Ja. En het krokodil plat neerleggen, dat hij helemaal uit kan vouwen. Er ook een plakzetje bij? Nee. Oké. Okay. Ja, dan moet je op de grond laten liggen. Op de grond. Nee, op de grond liggen. Ja, dan gaat hij lek. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Tuurlijk niet. Niet als je erop gaat liggen. Zo. Ja. Dan doe je lekker op het kleinste hoekje van de ruimte hier ook, hè. Nee. Is die al vol? Ja, hoor. Ja, zit hij wel goed in het tuutje ook? Ik zie hem daar al opblazen. Ja. Hey. Oh, die hebben we niet bij ons. Jawel, zeker wel. Hebben die ook bij ons? Ja, ik heb ze mee. Waar moeten ze nog in elkaar zitten? Welke? Of niet per se hetzelfde te zijn. Oké. Okay. Nee, ze hebben. Oh, oké. Okay. Nee, zij willen iets veranderen. Het is een spelletje dat je steeds iets ruilt voor de ene of voor het andere. Ja. Hebben we iets te ruilen voor een vlinder of een bever? Dat is even ingewikkeld, want wij zijn er nog maar net. Dus ik moet echt denken waar we alles hebben. Moeten we even alles dus pakken. We zijn een beetje met uitpakken bezig. Misschien gaan we daar ook mee. Is goed, schat. Ja. Yes. Doei. We hebben nieuwe buren. Wordt die hand voor? Ja hoor. In dit tempo dan. Ja, ik kan toch niet sneller. Oké. Okay. Nou, één voordeel, hij kan blijven staan gevuld. Dus ik kan deze week gevuld laten. Nou, ik zie er wel aardige vulling komen hoor. Mm-hmm. Ja, hartstikke krokodil. Een paar keer. Ja, dat was een verzekering. Ja, even een verzekering bellen. Ik zie paarse krokodillen doen. Ja, ik zie paarse krokodillen. Hé, maar waar, schat? Nee. Wat gaan we doen dan?
En heel wat harder. Ja, ik zie net niks. Nou ja, goed. En hier die beentjes, die pootjes, die gaan onder water dan. Ja. Ja, ik kom harder. Pof. Gaat het leeg? Nee, joh. Ja. Als je gewoon snel pompt, dan moet je wel doorpompen. Ja. Oh, dat is niet lekker. Hij loopt leeg. En dan moet je het laatste stukje even warmte opblazen. Neem het even op, duwtje. Ja. Zit er geen terugslagventiel in? Lekker niet. Zat er een plakzetje bij? Ja, ben je er klaar voor? Ja, heb je haar zwemkleding aan? Ja. Alright. Nou, ze is even weg. Ja hoor. Doei. Het zijn twee handvaten, paarse krokodillenhandvaten. De bekende paarse krokodil. Ja, dank. Ben benieuwd hoe die drijft. Ja. Zo zinkt hij in één keer door. Ja, of knakt hij door. Oh, ja, dat merken we dan vanzelf wel. Ja, als je een hele harde puls wordt, dan... Of, dan lig je in het water. Ja. En hoe heet jij? Bobby Lee. B-O-B-B-I-S-T-L-E-D. Mooi naam. Mooi naam. En hoe oud ben je? 12. En wat is je plaatsnummertje? Oh, 170. Altijd even twee. Ja. Nee, helemaal goed. Dat goed. Je mag niet snel als je lekker uitdoen en weer kunnen. Hey, toppers, succes. Doei. Doei. Nou, dat gaat helemaal prima. Dus leuk. Dus die gaat veel maken. En wie weet komt ze andere vriendinnen tegen je. Toppertje. Even kijken hoe Boevelie het doet. Hoe ze het vindt. Volgens mij is het water ijskoud. Kouder dan dit ijsje. Ja. Zie je ze zwemmen? Ja. We hebben dan nu de koepel dicht. Oké. Okay. Overdag. Vanochtend zeg maar eerst nog eventjes naar de winkel. En daarna heb je dan springkussens. Oké. Springkussen. Dit is een parcours. Een runparcours. Okay. Ja, dat is één, hè? De overheen. Dat is één parcours. Een runparcours. Ja. Eén springkussen. Eén kussen. Een runparcours. Ik verwacht niet zes op een rij. De muziek heeft even pauze. Ja. Nou, wij ook. Hier? Ik zie je slappe krokodil. Ja, hij is een beetje liggen, omdat ik deze op zat natuurlijk. Oh, oké. Okay. Is het hek open? Ja. Leuk! Ja hoor. Het is een beetje donker. Ja, een beetje heel erg, ja. Hallo. Nee, niet thuis. Gewoon niet. Nou, dit was het dan weer. Dag 1. We zitten nog een beetje te luisteren naar de muziek die hier op de achtergrond wordt gespeeld. Want er is lekker een chipje erbij. En natuurlijk heel erg bedankt voor de eerste dag. En morgen weer op weg naar een nieuwe dag. Vandaag zijn we natuurlijk niet de hele dag geweest, half dagje, maar nog niet eens. Maar alsnog, ik vond het wel leuk. Ik ben natuurlijk net even in het zwembad geweest. Echt heel leuk. Hartstikke lekker nat. Je hebt een film gekeken, toch? Ja, ik heb Shrek gekeken. Nog nooit gezien. dus ja, in ieder geval, ik hoop dat deze video. Ik niet wel, het was de eerste dag hier zo. En geef duimpje omhoog en klik op het belletje en abonneren en alles erop en eraan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!